Nooit. Nooit. Ja, ik speel toch geen Nee. FIFA meer. Ja, maar kill. Ja, dat is het eerste moment, maar is niet het enige moment, mensen. We hebben nog een bizar moment. Kijk eens even. Hey, maar boys, ik kan dit niet doen, man. Ik zeg eerlijk, hij moet het wel echt zelf doen. Ik ga hem niet inleveren. De mensen die aanwezig waren bij de livestream, die weten om welke spelers het gaat. Maar de mensen die nieuw zijn op mijn YouTube-kanaal, die weten helemaal niet waar het over gaat. Om welke spelers het gaat, hebben geen enkel idee. De mensen die druk waren, weten het ook niet. Dus voor jullie is het een verrassing. Please people, don't spoil terwijl je aan het kijken bent. Laat het niet weten in de comments. Want ja, de mensen die er niks van af weten, willen het gewoon zien. Kijk heel de video. Dat is mijn advies. Voordat wij beginnen met de video, wil ik het hebben over de Europa League finale die op dit moment, terwijl ik aan het opnemen ben, aan de gang is. Het staat 1-1, verlenging. Mijn favoriete club in de Premier League is Manchester United. Dus ik hoop dat zij natuurlijk gewoon de Europa League finale weten te winnen. Klopt het? De Europa League finale. Ik moet het even dubbelchecken. Want ja, vanwege de pandemie, de lockdown, voetbal... Ik weet niet, man. Eerst wist ik alles. Elke wedstrijd die gaande was, volgde ik, checkte ik. Het publiek was daar. En nu is het net even anders, man. Die ervaring is anders. Voetbalwedstrijden ervaar je anders. Ondanks dat er een beetje publiek bij mag zijn, is het toch nog niet helemaal hetzelfde. Jullie weten waar ik het over heb. Anyway, zodra de winnaar bekend is, laat even weten wat jij ervan vindt. Voetbalpraat, gaan we het er met z'n allen over hebben. En, ik heb het nog niet aan iedereen verteld, maar iedere 1000 abonnees naar de 100k toe, geef ik een PSN kaart of een Xbox kaart weg. Op dit moment, ja, jullie kunnen me blij maken, man. We zitten echt op 96.940 abonnees. Nog 60 abonnees. Dus help mij over de 97k heen. En dan geef ik morgen live op stream een PSN kaart of een Xbox kaart weg. Zodra wij Serie A tots rewards gaan openen met kijkers. We gaan Cristiano Ronaldo pakken. Anyway, ja, een leuke video. Hopelijk heb jij er zin in. Ik nogmaals, kijk heel de video. Leuke momenten, bizarre momenten. Echt, ik kan er gewoon met mijn hoofd niet bij. Maar zie voor jezelf en vorm jouw mening. Laat het weten in de comments. Abonneer op het kanaal uiteraard, wordt gewaardeerd. Zou ik heel tof vinden voor de mensen die nieuw zijn. Belletje aanzetten is ook tof, zodat je niks mist van de content. En vergeet niet eventjes dat duimpje. Like de video. Wordt enorm gewaardeerd. Voor nu zeg ik, geniet van de video. fysiek. Wie heeft er 92 fysiek? Oh, 93 defense. 93 defense. Wie is dat? 2200 kijkers, gezellig, maar ja, wat halen we op dan? 74 dribbling. 78 passing, shooting, 85 pace is Romero. Romero krijgen we. Romero. Hey, wat moet ik met Romero, man? Oprecht, wat moet ik met die gozer? Wat moet ik met Romero, man? Kanes, jongen. Tahai. Deze is... Deze is super taai. Oh. Oh, ziek jongen. Oké, ja. Romero, dit is geen Cristiano, man. Ja, wat moet ik hiervan zeggen? Ja, we kunnen hem snoren. Ja, 1,85. Hij is leuk, ja. Ga ja. Niet al te uitgebreid over hebben, toch? Jeetje, man. Begint wel met Roma, geen Ronaldo. Ja, eerlijk. Nog even wat zout in de wond strooien, toch? Kanes. Ja, oké. Nou. Mijn pack, Romero. Ja, hoef ik niet te veel over te zeggen, toch? Hoef je niet echt iets aan toe te voegen of zo. Goede stats. Leuke speler. Leuke kaart. Maar ook niet meer dan dat. Daar gaan we. Ja, dit is gewoon een kleine pack. Een kleine pack, ja precies. Dan hoeven we niet zo heel moeilijk te doen, toch? Krijg morgen een beugel. Heb je tips? Wish me luck. Ja, ik heb zo... Wordt het dan Daily Blind? Een Nederlandse vlag. Spits. Malen. Oh. Dit is Malen. Dat is de beste. Dit is Malen. Een heel zieke kaart. Dat is de beste volgens wat mij. Wat is hij waard eigenlijk? Dit is Malen. Ik heb zelf eigenlijk geen ervaring met een beugel, man. Ik zou je echt graag willen helpen of adviseren. Malen, jongens. Kijk eens. Oké, dan. Donio. Ja, dat is lekker. Donio. Dat is zeker lekker. Wacht, dan zetten wij hem heel even op. Donio Malen. Oké, mensen. Het doel voor deze stream. Jullie weten het. 96.6k subs. Dus als je nieuw bent, welkom sowieso. Misschien redden we het. Misschien gaan we het halen. Je had nog koopmijners die hoger. Oké, qua rating. Maar oké, Malen is bijna 3 ton. Donio Mulu. Donio Mulu. Ik ga stuk. Hij maakt er Mulu van. Forza skill moest voorstellen. Weakfoot. Nooit. Nee. Ja, ik speel toch geen FIFA meer.
Ja, maar kill. Moet je. Maar dit is moments Maradona, bro. Nee, man. Nee, maar dit kan ik niet toestaan, toch? Ja. Nee, maar dit kan ik niet toestaan, toch? Ja. Jawel. Dit is... Oh, jongens. Jij mag het doen. Nee, ik ga het sowieso niet doen. Ik ga het sowieso niet doen. Oké. Hij doet het echt, man. Hij levert moments Maradona in. Dit voor Skriniar, maar echt. Maar echt. Oké, als je nu geen crisp eruit haalt. Ik ga even checken, man. Hij doet het niet. Je doet het niet. Nee. Hij doet het wel. Hij heeft het gedaan. Oh boy. Oké, ja. Je levert... Wow, wat was dat voor geluid? Wow, lijp. Je levert een speler in ter waarde van 4,4 miljoen coins. Oké. Nu verwacht ik wel een Ronaldo terug. Ja, nu moet je echt wel een Chris terugkrijgen, man. Dus... Oh. Jij mag hem openen, trouwens. Oké, dan. Ik heb geen controller. Oké, dan gaan we. Ah, ja. Oh, ja. Dan gaan we. Nou. Yeah, here we go. Hij heeft... Nu hoop op Berardi, ik ga stuk. Nee, het zou toch wat zijn. Het zou toch wat zijn als je nu een Portugese vlag ziet. Als je nu, op dit moment, een Portugese vlag ziet. En het is... Nee. Kom op. Muriel. Muriel is het. Muriel. Win of niet? Kleine win. Hij is 3 ton ongeveer. Ja, voor Maradona. Nou, voor Maradona is het sowieso geen win. Maar dan moet je echt, dan was het echt alleen Chris, man. Oh boy. Ja, oké. Nee, maar sowieso een L, want je hebt Maradona gewoon weggedaan, kerel. Hey bros, broskies, mijn gappies, amigos, de mensen die nieuw zijn, fenomenen. Ik weet gewoon niet wat ik hiermee moet. Ik probeerde te registreren in mijn hoofd, maar ik snap het niet. Ik begrijp het gewoon niet. Ik wil hier nog meer over zeggen, maar voordat ik dat doe, ik doe dat wel na het volgende moment, want er komt nog iets aan. Heb even geduld. Hey, maar boys, ik kan dit niet doen, man. Ik zeg eerlijk, hij moet het wel echt zelf doen. Ik ga hem niet inleveren. Als je... Mensen, hij levert Team of the Year Chris in, man. Team of the Year Chris. Ruim 5 miljoen voor 1 speler. Ik kan hem niet inleveren, man. Ik kan het gewoon niet doen. Kijk, ik heb wel de controller, hè. Hey, bro, ik kan het niet doen, man. I can't. Oh. Ja, hij moet zelf inleveren. Ja, dat zeg ik inderdaad. Als je dit wil, moet je het zelf inleveren. Anders is het echt puur om aandacht te trekken, dus. Ook nog tot zon, hè. Hij moet het echt zelf doen. Ik ga het niet doen, man. 7 mil is die... Is op de PS is die zo duur, ja? Ay, nou, hij levert gewoon de code in, man. Oh, iedereen. Als hij het echt gaat doen, hou in ieder geval je hart vast, man. Speelmodus is gewijzigd. Oké, de host speelt. Nou, volgens mij gaat hij het doen. Kan je de winactie ook winnen als je geen rijbewijs hebt? Ja, je broer, zus, vader of moeder, die kan ook gewoon gaan. Ja, oké, we zien de stats. Het is Team of the Year, Chris. Ik zie het, ja. Hij gaat hem inleveren. Oh! Oh! Oh, hij levert Team of the Year, Chris, in. Donnarumma te krijgen. En hij discard hem. Wat maak ik mee? Oh, wat maak ik mee? Wat? Oh, maar dit was zijn team. Oh, hij had wel echt een hard team, man. Oh, wauw. Ik heb zoveel pijn, hè. Ik heb zoveel pijn op dit moment. Dat wil je niet weten, man. Oh, dit is echt wel taai, hoor. En dan pas weer op doel. Vind ik wel heel grappig, trouwens. Pas weer op doel, vind ik echt heel grappig. Oh, oké. Ja, we hebben dus Moments Maradona zien gaan. En Team of the Year Chris, man. Dit is echt... Oh, wow. Oké. Kill. Kill. Oh, kill. Ik wil dat echt oprecht niet zelf inleveren. Dat wil ik niet...
op mijn geweten hebben. De kijkers echt, ik snap het gewoon. De live-kijkers hadden ook dezelfde hartpijn als ik. Ik begrijp het gewoon niet. Ook al heb ik R9, ook al heb ik... Kijk, bij mij is het natuurlijk anders, omdat ik natuurlijk, ja, voor mijn werk, e-sports, geld investeren, dat soort dingen. Maar ook al, je bent heel het jaar bezig om dat soort spelers in je team te krijgen. En Team of the Year Cristiano Ronaldo, een speler ter waarde van 5 miljoen coins minimaal. Meer dan 5 miljoen coins. Die leef je gewoon in, alsof het niks is. Just like that. Gewoon zo. Ja, dat vind ik... Bijzonder dat jij dat kunt. Respect daarvoor. I don't judge you. Het is echt jouw account. Je moet het helemaal zelf weten. Maar ja, ik kan gewoon niet ontkennen dat het gewoon pijn doet. Het is ook de GOAT, weet je. Cristiano leef je gewoon. Nou ja, goed. Helemaal zelf weten. Ik vind het gewoon bizar. Wat vind jij ervan? Laat het weten in de comments. See. Morgen zijn we er weer. Morgen zijn we er weer. Weekend League Rewards videootje. Livestream Rewards met kijkers. Serie A tots. Wij gaan CR7 packen. CR7. Wij gaan CR7 packen. CR7. Jawel, de GOAT. En ik heb er zin in. Hopelijk jij ook. Jullie weten, de energy is always the same. Maar ik moet niet te veel energie geven, want jullie gaan ook waarschijnlijk naar bed. De video is laat online gekomen, dus ik hou het even kalmpjes. Ik hou het rustig. Cool. Ik heb heel veel gepraat in deze video. Dank jullie wel voor het kijken. Hopelijk vond jij het een toffe video. Vergeet niet te abonneren, zou ik leuk vinden. Over de 97k heen. Doe ik een giveaway morgen live op stream. Bij de 98k geef ik 20 euro weg. 99k geef ik 30 euro weg. En bij de 100k geef ik 40 euro weg. En dan is de warming-up voltooid. Duimpje omhoog wordt gewaardeerd. Zet dat belletje aan zodat je niets mist. Dikke shout-out naar jullie. Allemaal fenomenen. En aan de mensen die nieuw zijn. Hopelijk tot de volgende video. Spreek jullie later. Take it easy. Ciao, ciao.